je een proloog toch wel volle bak volgens mij gereden hebt, dan is de dag in de aanval niet makkelijk, lijkt mij. Ja, ik wilde eigenlijk wel een beetje sportieve revanche nemen op gisteren. Ik denk dat ik wel alles geef heb in de proloog, maar het is wel iets waar ik naartoe gewerkt heb. En als je dan de uitslag ziet, dan is het niet echt iets waarvan je denkt, nou, daar heeft iemand echt naartoe gewerkt. En vandaag hadden we gewoon met de ploeg afgesproken om... eigenlijk moesten er gewoon 6 jongens meespringen. Eigenlijk alleen Wim en Marco Zanotti en Wim Zoetiga, die mochten zich een beetje sparen. Ik kon wegrijden, eerst even een stuk gereden met Ronan, dat was echt flink pittig. Mm-hmm. Ook met de wind die we meteen tegen hadden, dacht ik, ja, als we dit de hele dag krijgen, dan wordt het echt pittig. Maar gelukkig sloten er nog 3 jongens aan. Wel even wat, een herstart met een motorrijder die zwaar was gevallen. Ja. Ik hoorde net dat alles goed met hem was, dus dat is altijd mooi. Die mensen doen toch, die zetten toch de koers voor ons, zorgen dat het veilig is. Ja, en toen kwam in de finale het eerste deel van het peloton aansluiten. Op een gegeven moment tussentijd dat het peloton in 2 was gespleten. 1 groep op 1.30 en 1 groep op 2.30. Ja, en binnen no time waren ze eigenlijk bij ons. Toen ben ik er eigenlijk nog vandoor gegaan om de laatste punten voor de sprinttrui te pakken, die ik nu ook heb. Ja. Het was even nog een klein beetje rekenen, omdat ik 1 punt had bij de eerste sprint. Ik wist dat ik beter stond dan al die andere jongens. Dus ik denk, als het allebei 4 punten wordt, ja, dan krijg ik denk ik degene die het beste in het klassement staat. Dus het was ook nog even tandenbijt op het laatst. Ik weet niet of ik nu samen met iemand anders 4 punten heb, maar ik heb de trui en dat was wel een doel ook op zich. Dus dat is wel mooi. We gaan op weg naar de zegen vandaag hier in de Lucerne, gaat er naartoe. Gaat de zegen naar Landry Kruipel.